beste inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua. Hopelijk heeft u fijne feestdagen achter de rug. En heeft u ondanks de opgelegde beperkingen kunnen genieten van deze dagen. Misschien op afstand of in kleine kring, maar toch in de nabijheid van uw dierbaren. Door de coronapandemie moeten we ook in 2022 weer met veel tradities en vanzelfsprekendheden breken. Zo ook met de traditie van onze nieuwjaarsbijeenkomst in dit gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst keek het gemeentebestuur met u terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. En dat met velen van u. Ik verheugde me erop u alle tijdens die nieuwjaarsbijeenkomst te kunnen ontmoeten. Jammer genoeg maken de noodzakelijke coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Ook al is er dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst, toch wil ik graag samen met u kort terugblikken en vooruitkijken. Helaas dus ook dit jaar weer enkel digitaal, online via de lokale omroep, op de website of via onze social media. Onpersoonlijke, maar niet minder gemeend. In 2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Anders dan verwacht hield de aanhoudende pandemie ons ook dit jaar in de greep. Gelukkig was de impact op de Boekelse samenleving minder groot dan in 2020. Maar nog steeds zijn veel mensen ziek geworden en sommige inwoners kampen nog steeds met de gevolgen van dit vreselijke virus. Ook wordt er nog steeds veel gevraagd van de veerkracht en creativiteit van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Gemeente Boekel kenmerkt zich door een sterke sociale cohesie en een actief verenigingsleven. Hier ligt ook de kracht van onze gemeenschap. Wist u dat mensen die betrokken zijn bij een vereniging een hoger welzijn ervaren? Uit een enquête van Rabo Research blijkt dat Nederlanders die deelnemen in het verenigingsleven meer betrokken zijn bij hun directe leefomgeving. En nog belangrijker, de dingen die ze in hun leven doen, meer de moeite waard vinden. De afgelopen bijna 2 jaar zijn ook voor onze verenigingen niet makkelijk geweest. Het verenigingsleven viel op diverse momenten voor een groot deel stil. En de al voorbereide activiteiten moesten soms op het laatste moment nog afgelast worden. Dit vroeg en vraagt heel veel flexibiliteit van bestuur en leden. Door de alsmaar voortdurende impact van corona lijkt al het andere te verbleken. Maar dat is niet helemaal terecht. Het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt aan de ontwikkelingen van onze gemeente. Even wat feiten voor u voor 2021 op een rij. De gemeente Boekel is gegroeid van 10.959 personen op 31 december 2020 naar 11.033 op 16 december 2021. Het afgelopen jaar hebben we als gemeente voor 19 locaties nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld. En voor 21 locaties hebben we een bestemmingsplan in voorbereiding. Ook zijn we drukdoende met de voorbereidingen van de Omgevingswet, die in juli 2022 in moet gaan. Er zijn maar liefst 110 omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen afgegeven, oftewel 110 bouwvergunningen. En niet te vergeten, in juni van het afgelopen jaar is de nieuwe randweg afgerond en in gebruik genomen. Een duidelijke verbetering voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern. Kortom, het gaat goed met de gemeente Boekel. Samen werken wij hard aan om ook in de toekomst een prettige gemeenschap te blijven, waar het goed wonen en werken is. Dan een blik vooruit. Ik noem een aantal belangrijke speerpunten voor 2022 voor u en ons als gemeentebestuur. In maart van dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment en de start van een nieuwe bestuursperiode. En dan de woningbouwplannen. Nederland kent een overspannen woningmarkt. Maar ook in onze gemeente Boekel is de vraag naar woningen vele malen groter dan het aanbod. De gemeente zet in 2022 vol in op de realisatie van de woningbouwplannen in Boekel en Venhorst, zoals de plan Voskuilen en de Burgt. Onze groeiende gemeente vraagt ook goede mobiliteitsoplossingen.
Het komend jaar wordt gestart met een breed integraal mobiliteitsonderzoek. Boekel kent ook een eigen dorpsteam, waar zowel volwassenen als jeugd terecht kunnen voor een hulp- of een zorgvraag. In 2022 werken we aan de doorontwikkeling van het dorpsteam op een nieuwe locatie in het centrum van Boekel. Ook gaan we aan de slag met de veranderopgave inburgering van onze statushouders. We zetten ons in voor het versterken van de pilrandbreuk, de vitalisering van de buitengebieden en de invulling van de ruimte voor ruimtewoningen. En natuurlijk geven we ook invulling aan het duurzaamheidsplan. Tot zover een korte opsomming van belangrijke opgaven en activiteiten in het komend jaar. U kunt erop rekenen dat wij weer hard aan deze zaken zullen werken. En dat dit met veel aandacht en zorg voor iedereen zullen we dat gaan doen. Veel strategische, belangrijke zaken voor onze gemeente. Die worden opgestart, uitgevoerd of afgerond. En daarmee wordt het wonen, werken en leven in onze gemeente nog verder versterkt. Ik kijk dan ook met trots en heel veel vertrouwen naar de toekomst van onze mooie gemeente. Maak ik me dat nergens zorgen om? Zoals ik net al zei, komend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben blij dat we weer vier partijen een kieslijst kunnen presenteren met capabele mensen die deze gemeente mee willen besturen. Is dat vanzelfsprekend en vanzelf gegaan? Nee, helaas niet. De meeste politieke partijen hebben veel moeite om inwoners enthousiast te krijgen om een bijdrage te leveren aan de lokale democratie. Terwijl een goed functionerende lokale democratie een belangrijke randvoorwaarde is voor een duurzame toekomst van onze gemeente. Een goed samenspel tussen inwoners, gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, dat is noodzakelijk voor realisatie van de opgave waar we als gemeente voor staan. Zodat we de juiste dingen doen voor, door en met onze inwoners. Ik nodig u uit onderdeel uit te maken van deze lokale democratie en een bijdrage te leveren aan een krachtig bestuur van de gemeente Boekel. Daarnaast roep ik u op om ook in 2022 onze ondernemers te blijven steunen. Maak er gebruik van. Koop daar waar mogelijk lokaal. Laten we met z'n allen onze schouders zetten onder een leefbaar en levendig Boekel. Ik wens u, mede namens het gehele college van burgemeester en wethouders en mede namens de gemeenteraad, een voorspoedig en gezond 2022.